2 voor de wegwielrenners in Pontal, te beginnen met de klasse H5. Hierbij zitten de atleten op hun knieën in de handbike. Voor Nederland aan de start, Jetse Plat, goed voor goud op de paratriathlon, is 25 jaar oud. Johan Rekers, 58 jaar en bezig aan zijn 9e Paralympische Spelen. En Tim de Vries, 37. De gemiddelde leeftijd in deze klasse is 42 jaar oud. Plat is dus een groentje. Het zijn wel echt mannen met een grote historie. En ik denk dat dat voor hun de kracht is dat ze nu nog steeds zo sterk zijn. En ik moet blijven jagen om ze voorbij te gaan. Johan Rekers is de grand old man van het peloton en heeft een verleden als atleet en zitvolleyballer al vanaf de beginjaren 80. Nou, ik zal je helpen, 1976 was het. De start van de race voor 4 rondjes van 15 kilometer. Met een bescheiden club van 10 handbikers, maar wel 10 krachtbundels. De koers wordt in eerste instantie hard gemaakt door Tim de Vries. Hij pakt een gaatje van zo'n 25 seconden en het kost de beste 6-7 man genoeg moeite om dat gat te dichten. Plat houdt vooral het achterwiel van ex-Formule 1-coureur Alessandro Zanardi in de gaten. De Italiaan pakte gisteren al goud op de tijdrit. Oppassen dus met die snelle jongen. Het tempo gaat omhoog. 7 man zijn nog bij elkaar. De 3 Nederlanders zitten daar ook nog bij. Rekers, De Vries en Plat. En Plat die houdt nu het achterwiel van de Zuid-Afrikaan Van Dijk in de gaten. En de vooraf aangekondigde ontknoping wordt realiteit. Een sprint op de Avenida Lucio Costa. En Van Dijk is daarop de sterkste en klopt Zanardi en Plat. En de Nederlander baalt enorm. Het wordt brons. En de 58-jarige Rekers eindigt gewoon op de 5e plaats. Ik heb wel weer in die kopgroep en als je 5e wordt, ja, dan moet ik wel tevreden mee zijn. Uniek, mooi. En zie je het af. Ik ben nog fit. Dus het is goed. Ja, brons dus voor Jetse Plat.